Toggle Race video, mijn naam is Rudy, het monster. We hebben daar weer een nieuwe voorspellingsvideo. Ja, helaas zit niet de kampioenswedstrijd, want PSV heeft gisteren gewonnen met 1-0. Maar ja, dan spelen we tegen Go Ahead in de eigen Kuip. De kampioenswedstrijd is natuurlijk eigenlijk wel mooier, hè. Maar goed, de opstelling van vandaag tegen Excelsior is deze opstelling. Ik noem het op. In het doel hebben we Bijlo. Verdediging met Pedersen, Geertruida, Hansko, Hartman, Wiever, Kokcu, Szymanski op middenveld en Paxão, Giménez en Idrissi. In de aanval de bank met Wennerruiten, Marciano, Casemiro, Rasmussen, Lopez, Timber, Milambo, Tabouni, Boujoude, Jahan Baks, Dilrossen en Danilo. Trauner mist, die kan helaas niet meedoen. Hopen dat hij snel weer terug is natuurlijk. En ja, wat gaat het worden? Feyenoord gaat denk ik nu wel winnen in tegenstelling tot en met tegen Excelsior in 2017, toen we ook kampioen konden worden. Toen verloren we met 3-0, daar hebben we het maar niet meer over. Ik denk dat we nou wel kunnen winnen. Met laten we zeggen, wat zou ik denken? 1-3, wat denken jullie wat er gaat worden voor Feyenoord? Dat laat u onder weten in de reacties. Zeker nog een keer deze video. De gordijn mooi gedaan. En zo tijd zoals nu. Doei!